Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe update video. Vandaag wordt eigenlijk een hele korte video. Want er is niet echt veel te vertellen, want ik ga ook een beetje andere dingen vertellen natuurlijk. Oké, ik ben eventjes aan het kijken het allemaal. Paard die springt als een traag val. Oké, één ding wat ik nu lees is, je hoeft niet meer te zoeken naar spullen als je iets nodig hebt. Ja, oké, leuk. Want ik heb niet echt een puinzooi. Ja, oké, dat zijn allemaal diertjes van de vorige week. Dan staat hier niet meer zoeken in je rugzak. Heb je dat hele stuk over je Arflab om allerlei dingen te halen, dan moet je stoppen om je rustig te zoeken naar de ene ding dat je nodig hebt voor een missie. Best irritant. Ik heb er nooit last van gehad, maar goed. Eerlijk, eindelijk. Vanaf nu druk je gewoon op P om toegang te krijgen tot alles wat je in je missie voor uit je inventaris nodig hebt. Handig als je net als wij altijd zootje van je rustzak maakt. Mocht je niet zitten met extra werk, ouderwetse optie werkt ook nog steeds. Oké, alles werkt nog steeds. Dus je moet slepen zo of weet ik veel allemaal. Oké, dan zijn we. Ik ben ook wel een beetje benieuwd. Zijn paarse opties of zo? Oké, mijn ding zit hier. Oh ja, hier. Paars. Mag ik dat ook zien? Oké, zo. En dan haal ik even weg wat ik niks aan heb. Wanneer mag je niet meer weghalen, old slakker gemeen? Oh ja, nu wel. Oké, deze moet weg. Want anders dat word ik een beetje gestoord van altijd. Maar goed, mag blijven. Iemand thuis al is. Post, dat interesseert me niks. Nou, ik doe even zo, dat is makkelijker. Deze natuurlijk, die. Dag, het is ook al prima. Ruil. Tijdelijk, paard, dit. Een paard vind ik ook wel leuk om te hebben. Ja, kampioenschap, ja, doe ik eigenlijk bijna niet meer. Een schoon netje. Mag uitblijven. Dat ga ik toch eigenlijk nooit doen. Dus als ik nodig heb, druk ik hem al aan. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Als ik ga trainen en zo. Oké, die paarse. Wacht eens even. Oké, dan gaan we eens even kijken hoe die paarse reetjes zijn. Want ja, ik ben nu toch. Cool, ik ben ook een beetje benieuwd naar allemaal. Ja, ik heb geen missies, dus ik kan niet eventjes aantonen wat je moet slepen aan dat allemaal. Ik ga wel de goede. Nee, ik ga niet de goede kennen. Het begint al fantastisch. Ja, maar ik kan je daar steeds XP of zo krijgen? Of zo. Want nu snap ik hem even niet. Oh, mijn paard had geen zin om te springen. Of die ding. I don't know. Oké, het is nu paars. Ik krijg nog steeds XP. Oké, dan ben ik wel benieuwd naar wat er gebeurt. Zo, eigenlijk het gewoon hetzelfde. Ja, maar waarom staat hier nou weer een boom? Staat er niet recht. Oké, dan. Zo zeg ik van een nieuw gebied. Ja, eigenlijk is het geen nieuw gebied, maar eigenlijk meer een vernieuwde gebied. Maar het ziet eigenlijk precies dezelfde race uit. Alleen, ik snap deze gedoe niet echt. We doen deze race gewoon en we zien het wel wat er gebeurt.
Ik heb ook XP nodig. Dus het komt echt heel goed uit. Maar ik heb deze race echt zo vaak gedaan. Ik kan er gewoon mijn ogen dicht doen. Wee! Oké, ik krijg dus dit. Nou ja, ook helemaal leuk. Jij en Blue Bear hebben gewonnen. Rang goud, jouw tijd, persoonlijke... Oh, dat is grappig. Dat is grappig. Nou ja, heb ik dat ook even gezien? Of zal ik dat niet bekijken? Want dat is een beetje gek. Want je kunt de hele tijd doen zo. Maar dat is grappig. Je kunt de hele tijd doen. Ja, maar dat is ook een flauw. Dan krijg je zo snel je paard daarvoor op. Ja, maar met die lichtjes krijg je ook XP. Dus mij maakt het niet zoveel uit. Ik heb gewoon, even denken. Met heel veel paarden begon met die lichtjes gewoon uitgetraind. Even serieus. Maar ja, level... Nu, wat die nu is. Sommigen zeggen, deze paarden hoeft volgens mij getraind. Zo is. Maar niet uit. Een laadbal. Ik zijn best saai. Kijk naar de nabal. Het is nog saai dan lijk hoe het gras groeit. Dus we hebben de laadbal aangepast bij missie. Of missie voor. We hebben met de nabal langer dan 10 seconden deur. Je hoeft nu niet meer te kijken naar ballen. Maar krijg je de cent te zien met de vraag om even te wachten. Ik snap hem even niet. Maar ja, ik heb geen missie. Dus hoe wil ik dat gaan doen? Oh, dat is een knop. Ja, ik zou het niet weten. Ja. Oh, oké. Okay, helemaal onderaan staan die paarse. Ook leuk. Ja, maar... Zullen we gewoon een random missie gewoon doen? Ik wil gewoon weten hoe dat uitziet. Wow, het wordt een beetje heel erg mistig hier. Milky, deze kan ik ook doen, denk ik. En weet je wat we doen? We gaan gewoon even naar Forpinta, want die missies zijn wel oké. Okay. Ik wil gewoon zien hoe dat eruit ziet. Ik wil het gewoon zien. Ook al moet ik elke missie doen van Jovink, maar dat maakt niet uit. Ja, deze hebben we al gezien hoe het eruit ziet. Ik ga die nog een keer doen, want dat heb ik geen zin in. We gaan gewoon even leuk de trailer pakken. Dan gaan we naar Forpinta. Want ja, Forpinta die kent iedereen al ondertussen. Hoef je niet te kijken als je niet wil. Hoeft niet. Dan gaan we daar eventjes naartoe. Want ik wil die missie ding zo zien. Of dat heb ik ook genoemd. Maar dat wil ik gewoon zien. En daarmee uit. Oh. En als het niks aan is, dan weet ik het ook weer. Oké, okay, we gaan naar Forpinta. Ja, dit hebben we nu. Oké. Okay. Even draaien. Ik moet missie hebben. Nou, laat me eens even een missietje zien of zo. Kapotte lampen, ik vind het prima. Ik wil gewoon weten hoe het uitziet. Misschien zie ik het wel niet hier. Maar ja, ik heb geen missies. Of moet ik naar mijn andere kant gaan? Maar daar heb ik geen zin in. Oh. Wacht. Oh. Ik moet de lampen eens zoeken. Ja, ook handig. Ik moet de lampen eens zoeken. Oh my god. Ja, maar moest ik dat weten dat ik eens die lampen moest zoeken? Ja. Ik ga gewoon eventjes uittesten hoe dat werkt. Want ja, ik heb geen missie. Want ik ben een beetje... Ja, ik heb hem wel uitgespeeld eigenlijk. Dus doe het maar op deze manier.
Ja, vandaag nog. Oké, dit hebben we nu ook al afgerond. Het werkt echt fantastisch. Maar oké, ik krijg wel Joffie Schrijfs erbij, maar ja, het werkt niet met dit. Dus dat gaat leuk worden. Ik heb geen missies. Moet ik maar eens een keertje kippen kijken of zo. Dit zijn zo maar. Ja. Oké, dat is goed om te weten. Er zijn een paar wijzigingen en dat allemaal. Maar ja, sommige dingen, ja, dat spoelen we hier door, want het is niet echt boeiend om naar te kijken. Maar ik vind het wel grappig. Maar wat ik nu eventjes wil doen is hoe ver ik nu ben met, de paden en dat allemaal. Dat is eigenlijk wel handig om te laten zien. En waarom valt het geluid steeds weg? Dat is zo irritant. Even kijken. Dit is helemaal klaar, dat weten jullie al. Deze blinkt deze, maar ja, die boeit me niet zoveel. Dat is make-up en zo. En dat boeit me niet. Ik ben nu met deze bezig nu. En dat gaat wel goed op. Dus ik ben bijna klaar. Alleen deze rij nog, maar die zijn allemaal kleding. En dat ruitemtijd, dat hoef ik allemaal niet. Nee, bedankt. Dat hoef ik allemaal niet. Want ja, ik vind die andere dingen gewoon leuker. En als ik het wil doen, dan kan ik het altijd nog kopen. Dus, ja. I love you! Oké. Gaan we eventjes kijken wat hier nog... Ik ga even zo'n lichtje zoeken. Zo'n dingetje wat ik in kan leveren. Want mijn paard ook denk ik al even op. Denk ik. Geen idee. Oh ja, ik zie meteen één. Hoe vind je dit? Hupla. Meteen level up. Nou, nee dus. Niet level up. En dat is jong. Het gaat wel snel, vind ik hoor. Het gaat echt heel, heel snel. Oh ja, dat voel ik ook meteen maar, want ja, het is toch meteen level up natuurlijk. Dus weer Galen's Dag. Kan je dat gewoon niet zetjes kopen bij Molend of zo? Ik ga eens even op Instagram kijken. Oké, ik ga gewoon kijken. Kan je ook ergens kopen of zo? Laat me eens even kijken. Nee, dat kan je niet kopen. Maar volgens mij staan ze gewoon... een totaalwinkel, als het goed is. Volgens mij wel. Geen idee eigenlijk, maar ja. Dat is niet erg. Volgens mij staan er gewoon een paar hier. Maar ja, dat is niet erg natuurlijk. Hoe logisch? Nou ja,
als je zo'n pakket wil, jemig. Dan zou ik zeggen, ga het halen. En ja, ik ga de video hierbij laten, anders wordt het te lang. Ik knip dat ene missie doen, dus eventjes tot het einde. Want dan heb ik geen zin om het helemaal te doen. Om het laten zien aan jullie. Dus ja, hopelijk vond deze video leuk. En tot de volgende keer. En zodat ik niet alles kan zien, want ik heb geen missies. En ik heb geen zin om een ander account te gaan. Dus, en misschien zie ik het ook niet. Dus ja, dan zeg ik tot de volgende keer. En bye bye.